Goedendag, mijn naam is Chef Liebens. Ik ben productspecialist bij Kraakman en ik wil u graag meer vertellen over deze mooie krampenkieper. Met Robin Krampen zijn we weer volledig klaar voor de toekomst. Zo innoveert hij niet alleen in zijn prachtige fabriek met nieuwe snijtafels, automatische lasrobotten, automatische kanbanken, maar wordt er ook tal van nieuwe productinnovaties geïntroduceerd. Zo hebben we een complete nieuwe Lambokeeperlijn geïntroduceerd, Isobus is leverbaar, elektronische sturing is leverbaar. Door de capaciteitsvergroting in de fabriek kunnen we maximaal doorgroeien naar 1500 units per jaar. Onze chassisbalken zijn getrokken kokerprofielen, uiteraard uit staal 53, die volledig van voor tot achter aan de keeper lopen. Bij ons hebben we het chassis zo vervaardigd dat we zoveel mogelijk extra toebehoren tussen de twee chassisbalken wegwerken. Zo zitten bijvoorbeeld onze luchtketels volledig veilig weggeborgen tussen onze chassisbalken. Krampen kenmerkt zich door een slanke, lange dissel. Met de slankheid kunnen we zeer scherp draaien met onze kar. Door de lengte in de dissel creëren we een ideale treklijn en zodoende kenmerkt iedere krampenzicht door het licht trekken van de kar. De dissel is afgeveerd door middel van twee gummibloks en hij is in hoogte verstelbaar. Zowel de zijwanden als de bodemplaat zijn bij krampen steeds uit één geheel. Zonder laasnaad dus. Dit voorkomt uiteraard plakken, maar ook extra slijtage. Door de gezette constructie van de zijwanden hebben we niet alleen meer inhoud, het ziet er niet alleen super strak uit, maar we hebben ook minder rongen om het geheel bij elkaar te houden en zodoende besparen we weer gewicht. Zoals de rest van de keeper is ook dit vervaardigd uit de hoogwaardige staalkwaliteit 355. De hydraulische achterklep en de graanschuif zijn altijd standaard. De krampenkieper kenmerkt zich vooral door de simpele, slimme details. Zo ziet u bijvoorbeeld de constructie van de haak van de achterklep. De achterklep is hydraulisch-mechanisch vergrendeld. Door de haak vangt hij hem altijd mechanisch. In de hydraulische cilinder is een terugslagklep ingeconstrueerd en zodoende laat hij de druk nooit los. Daardoor is de krampenklep gegarandeerd kleingraandicht. Ook een slim detail van krampen is dit schuine randje op de achterklep. Hierdoor zal er nooit vuil blijven liggen op deze koker en blijft het geheel na 20 jaar er ook gewoon nog lekker fris uitzien. De in 2023 geïntroduceerde nieuwe hydraulische bumper klapt volledig weg om met de keeper in de stortbak te rijden. Maar ook deze bumper neemt de verlichting mee. Hierdoor voorkom je beschadiging aan de achterlampen. De Cardanus opgehangen telescoopcilinder is bevestigd aan de bak door middel van een kogelgewricht. Dit voorkomt dat er krachten op de dichtingen van de cilinder komen. BPW snelverkeerassen zijn standaard onder alle krampenvoertuigen. Een van de unieke punten aan een krampenkieper is de luchtvering. Hierin hebben we jarenlange ervaring. De luchtvering geeft ons niet alleen het hoogste rijcomfort uit de markt, maar garandeert ook de beste stabiliteit. Wanneer de keeper naar boven toe gaat, zakt het chassis op de assen. Dit verlaagt het zwaartepunt, maar ook het chassis ligt vast op de assen. Een ander uniek punt van de luchtvering is dat we een asontlasting kunnen inbouwen. Hierdoor kunnen we tijdelijk de oplegdruk van de eerste as op de keeperknobbel leggen. Zodoende heeft u meer oplegdruk op uw trekhaak om weg te rijden uit het veld. Bij krampen zijn tal van opties leverbaar. Denk maar aan meelopend, gedwongen gestuurd, elektronisch gestuurd, eigen hydraulische systemen, mechanisch of hydraulisch aangedreven, opzetschotten,
afdeksystemen, isobussturing is leverbaar. Noem maar op, Krampen kan het leveren. Wilt u meer weten over deze prachtige Krampenproducten? Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers. Vindt u deze video leuk? Geef het een duimpje en abonneer vooral op ons kanaal.